Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Volle Bak. Ik ben Zico. Mijn naam is Nick. En ik ben Emé. Vandaag ga ik jullie tips geven waar je op moet letten bij het aanschaffen van je eerste auto. We zijn in de auto en het is tijd voor tip 1. Belangrijkste, denk aan je budget. Het is leuk als je denkt, hey, ik heb 2000 euro, 3000 euro, ik ga een leuke auto kopen. Maar nog belangrijker is om erbij te denken, hey, wat voor kosten komen er daarna nog bij? Je hebt wegenbelasting, je hebt je verzekering, de benzine, dat kost ook nog eens wat geld. Mijn vader zegt altijd, een auto is de slechtste investering die je kan doen. Dan wordt alleen maar minder waard. Ja. Ja, eigenlijk beter als je een budget hebt van 2000 euro, niet meteen een auto kopen van 2000 euro, maar iets minder uitgeven. Klopt. Anders kom je de eerste maanden meteen in de knoop. Ja, het kan zomaar zijn dat, dat er gelijk iets kapot gaat of wat dan ook. Dat ook. Ja, maar ik heb ook wel echt gewoon dat je gewoon kan schrikken van de kosten van auto's. Ja, zeker. Bizar. Ja. Sowieso, ik denk dat je vooral als je je eerste auto koopt, dan denk je van nou ja, die pak ik alleen maar voor langere afstanden en kort doe ik nu met de fiets. Dus dat ga ik dan ook wel met de fiets doen. Oh nee. Maar dat is sowieso niet waar, want je pakt vallen de auto. Klopt. Dus, dat moet je niet doen eigenlijk. Maar ja, dat doe je wel. Ja, tenzij je een hybrid auto hebt. Ja. Dan gaat het gewoon. Zelfs dan kan het beter lopen. Tip 2. Als je een nieuwe auto gaat kopen, let dan vooral op de garantie. Bij het leasen van een auto is het belangrijk om te kijken hoe lang je hem precies moet gaan leasen. Of wilt gaan leasen, zeker. En bij een occasion, als je een particulier koopt in ieder geval, heb je vaak geen garantie. Dus dan is het echt belangrijk om ook even onder de auto te kijken. Ik heb wel eens een verhaal gehoord van een vriend van mij, waar dat iets anders dat verhaal van, ja. Nee, mijn allereerste auto was een Ford Ka. Ja. En ik ben samen met mijn vader naartoe gegaan. Ik dacht, nou, goed kijken, rijden, een keer had gecheckt, alles klopte. En ik rijd naar de Zoetermeer. En in één keer, paf, en dan zo'n tof geluid in één keer. Daarna gelijk toen? Nee, ja, 2 weken later. Oh ja. 2 maanden later, excuus. Ja. En ik heb mijn vader bellen in paniek. Ja, bleek nou mijn uitlaat eraf gevallen te zijn. Ik naar de garage gaan en die meneer zegt zo, jij bent goed opgelicht. Ja. De hele onderkant was helemaal verroest. Ja, dan kan je je uitlaat laten maken. Ben je gewoon, weer gewoon 300-400 euro ben je dan extra wijd. Ja, dat is bovenop je auto. En ik was 18 jaar. Dat waren kosten waar ik echt niet echt rekening mee had gehouden. Dus check alsjeblieft de onderkant van de auto. Zie je roestplekken of je hebt er gewoon geen verstand van. Ja, dan moet je eigenlijk wel meenemen. Want ik heb ook occasions gehad toen ik natuurlijk wat jonger was. En toen heb ik altijd mijn vader meegenomen. En die ging alles bekijken. Die ging onder de motorkap, die ging eronder liggen, die ging dit checken, dat checken. Dus dat is wel belangrijk. Je kan gewoon een monteur meenemen. Ja. Of een kennis die er heel veel verstand van heeft. Want als je geen garantie hebt, wil je wel weten wat je aanschaft. Klopt. Een hele makkelijke tip daarbij. Kijk hoe lang de APK nog geldig is. Oh ja, natuurlijk. Ja. Tip 3. We gaan voor een testrit. Hebben we er zin in? Ga jij? Ja, ja. Ga dan weer. Wat een bende. Tip 3 is dus een testrit, zoals ik net al zei. Ja. Test hem op allerlei verschillende punten. Hè? Op de snelweg, op een hobbelige weg waar we nu overheen rijden. Een beetje off-road kan je hem ook wel testen. Het heeft niet alleen te maken met als het een oudere auto is, dat je dan die vering anders voelt. Maar sommige auto's hebben gewoon een hele andere vering. Ja. Ook al zijn ze nieuw of heb je een lease of heb je een precies. Patient. Ja, want toen wij onze leaseauto gingen halen, dan heb je alsnog gewoon een testrit gehad. Want je vindt het misschien een hele mooie auto en je kan hem betalen. Maar dan ga je toch die testrit doen en dan denk je, nou, het is toch niks voor mij. Ja, stel met spiegels. Ik heb dat wel eens met een auto gehad. Dat je zit in de spiegels en denk je, hé, die dode hoek is heel naar. Net niet lekker. Net niet fijn. Ja, daar moet je gewoon snel achter komen. Ja, het is belangrijk om goed te testen. Of die naar behoren werkt. Oh! Ja. Ja, het trekt wel redelijk op in de bochten. Ja, de bandjes doen het. Of je hem ook kan inparkeren met de handrem, dat is ook belangrijk, vind ik altijd. Oh, ja, dat kan. Hij gaat alleen piepen. En ja, lekker weggevoel. Wat ligt hij lekker op de weg, hè jongens? Kijk, oh, wat het nadeel is, jij moet het echt allemaal testen tot slingeren, want jij rijdt ook zo. Ja, klopt. En jij moet het helemaal niet doen als ik een auto koop, ik krijg gewoon rechtdoor. Ja. Maar jij moet natuurlijk wel slingeren. Ja, maar dan kijk je naar links, dan kijk je naar rechts. Nou, ik vind het een goede tip, maar ik hoop niet dat je dan kapotte auto weer terug moet krijgen. Nee, dat hoop ik ook niet. Dus een beetje opletten, maar het is zeker een goede tip. Absoluut. Tip 4.
Belangrijk, verzeker je auto goed. Zodra jij een nieuwe auto of een occasion hebt gehaald en hij staat op jouw naam, ben je verplicht om hem te verzekeren. Direct. Ja. Doe dat ook meteen, anders ben je strafbaar bezig. Wat wel makkelijk is, als je een auto leest, dan is alles gewoon in één keer gefixt. Ja. En dan hoef je daar gewoon niet aan te denken. Is het vanaf dag 1? Vanaf dag 1. Het is meteen geregeld bij een leaseauto. Okay. En daarnaast zorg ervoor dat je verzekering altijd op je eigen naam zet. Want dan bouw je namelijk schadevrije jaar op. Die fout heb ik gemaakt. Dat staat op mijn vaders naam. Ja, want dan wordt je verzekering steeds goedkoper. En wat uiteindelijk alleen maar voordeel is voor jezelf. Ja. Tip 5. Hou je handen aan het stuur? Nee. Als je nou heel erg twijfelt tussen verschillende auto's en je weet niet zo goed wat nou een goede auto voor jou is. Als dat zo is, dan kan je gewoon het beste altijd gaan voor een nieuwe auto. Ja, toch wel, hè? Want er zit gewoon alles erop en eraan. Je hebt geen onvoorziene kosten. Je weet gewoon altijd verzekerd. Je hebt garantie voor het eerste aantal jaren periode, en maanden. Ja. En wat je ook ziet natuurlijk, dat is van de afgelopen jaren steeds meer. Je kan gewoon voor heel weinig geld al een hele goede auto leasen. Ja, deze Toyota Aygo kan je leasen vanaf €189 per maand. Per maand. En dan het enige wat je nog hoeft te betalen is je benzine en verder zit alles erbij. Dus ja, winterbanden en zo. Als er wat aan de hand is, dan bel je gewoon naar je Toyota dealer op en dan komen ze je helpen ter plekke. Je servicebeurt zit er daarbij in. Je weet precies. Ik wil 2 of 3 jaar wil ik die auto, je weet wat je kwijt bent. Ja. Ja. Als jij van tevoren je budget hebt wat je van je eigen kosten weet, dit geef ik per maand uit, zoveel hou ik per maand over, dan weet je wat voor auto je kan leasen. Dus, heb je zoiets van, ik zou een Toyota Aygo wel nieuw willen kopen, dan kan natuurlijk, ik wil een occasion, dan kan het natuurlijk, of je wil leasen. Ja, en je kan zelfs tegenwoordig tweedehands auto's leasen. Ja, dat zie je ook steeds meer. Gewoon goede tweedehands auto's die bijvoorbeeld zijn gebruikt in de zakelijke wereld waar ze na 2-3 jaar eruit moeten. Ja, die auto's zijn nog echt perfect. Ja, ze zijn gewoon ontzettend goed. Die kan je ook gewoon leasen. En dan ben je ook gewoon een mooi bedrag kwijt. En dan heb je gewoon nog steeds een betrouwbare auto. Nou, dat was een hele uitgebreide 5e tip, maar ik vond hem echt heel erg handig. Heb je nou ook iets gehad aan deze tips? Laat even weten. Doe ook sowieso een duimpje omhoog. Heb je nog een tip voor andere mensen die een andere kijkers die een auto gaan kopen die wij niet benoemd hebben? Laat even achter door middel van een reactie. En wat moeten ze ook niet vergeten? Te abonneren op volle_bak. Ja, Instagram. Hij maakt het altijd van. Lekker maat. Altijd. Ja, net is het net. Video, hè? Nee, onze Instagram is inderdaad volle_bak. En wij rijden wel lekker. Als we overleven, dan zien we de volgende keer weer terug. Oh Nick, ik ga nooit meer bij jou naar auto. Klein stukje. Hey, dit is mooi voor de testrit. Kijk eens. Ja, dat is ik wel zie waar. Allemaal bro. Oh ja, Nick! Maar dit kan wel op zich. Oh. Hij glibbert wel lekker. Hij heeft geen moerasbanden. Nee. Oh, zullen we eruit? Ja, ik zie nog. Bedankt voor het kijken. Doeg! Oh. En vergeet nooit de handrem op te zetten. Ha ha.